toen hebben jullie gezien dat ik laatst een unboxing heb gedaan van een pakketje van de Make-up Spot. En daar zat in een Morphe Eyebrow Palette. Ik heb dit palet besteld meer als zijnde dat ik visagiste ben en meer verschillende wenkbrauwkleuren wil hebben. Dus voor de niet-visagisten is dit palet misschien meer om mee te experimenteren. Maar het is niet echt heel erg handig als je maar één kleur wenkbrauwen natuurlijk gebruikt. En ik gebruik natuurlijk meerdere kleuren hierin. Maar desondanks ben ik ook heel erg benieuwd naar het merk Morphe. Het merk Morphe is over het algemeen bekend over de brushes. Vooral in Amerika zijn Morphe brushes echt helemaal gehyped. Ik vind ze er ook wel interessant uitzien, maar ik zat gewoon een beetje te zoeken op de Make-up Spot. Van joh, wat zal ik eens een keertje weer proberen. En toen kwam ik dit palet tegen. Bij Boozy Shop, een andere webshop, was deze dus al uitverkocht. Dus zo snel is het dus gegaan. En ja, ik was heel erg benieuwd naar, dus ik heb hem gisteren binnengekregen. Nu zeg maar dat ik deze video opneem, zoals gisteren. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Het palet ziet er zo uit. Het is niet heel erg groot. Het is een beetje hoofdformaat. Het is wat smaller. En er staat dus op Morphe Brushes. Nou, ik ben net bij de pedicure geweest, dus ik heb al make-up op. En dus ook al mijn wenkbrauwen gedaan. Dus dat ga ik heel eventjes afhalen, zodat ik echt even goed kan testen. Wat ik eigenlijk voornamelijk wil doen, is dat ik alle kleuren test. En zelf gewoon één kleur gebruik. Want ja, ik heb natuurlijk ook maar een bepaalde kleur wenkbrauwen. Dus ik haal eerst met de Clinique Day of Makeup Remover mijn wenkbrauwen even eraf. Het gaat echt super makkelijk met dit spul. Ik doe hier wel eventjes wat gewone poeder overheen. Anders is het een beetje vettig. Maar dit zijn dus mijn natural eyebrows. Zoals je ziet zit er niet heel veel verschil in met en zonder. Met vind ik net wat mooier. Ik heb wat bredere wenkbrauwen. Ik gebruik het liefst dit kwastje van Real Techniques. Dit is de Brow Brush uit de Eye Collection set. En daarmee ga ik eerst alle kleurtjes gewoon swatchen op mijn armen. En dan laat ik zelf eentje zien die ik zelf ga gebruiken. Dit is dus hoe het palet aan de binnenkant uitziet. Dit zijn dus eigenlijk de 6 kleuren. Dit is een wax. Van mij had het er niet per se in gehoeven, want ik vind het niet altijd even prettig. En dit is dus een concealer. Ik vind hem wel erg donker. Tenminste, hij lijkt me vrij donker. Zoals jullie weten, of niet, ik doe altijd een beetje concealer om mijn wenkbrauwen. Om het en wat strakker te maken en ook om het een beetje te highlighten. En dat is een concealer van Illamasqua, de Skin Beige Lift Concealer. En die is in zijn pen wel een stuk lichter dan deze. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als ik zo naar de kleuren kijk, valt me wel op dat ze allemaal wel anders zijn. Het zijn echt niet dezelfde kleuren. Dit is dus de donkerste kleur. Dus ik denk dat dit echt bij brunettes richting mensen met zwart haar het best gebruikt kan worden. Ik gok dat dit een beetje een ginger kleurtje wordt. En dat dit zeg maar van lichtblond, middenblond, donkerblond, middenbruin zo een beetje loopt. Dus ik gok dat ik zelf deze kleur nodig hebben, een van deze. Want ik heb wel redelijk donkere wenkbrauwen. Dus ik ga ze eerst gewoon even allemaal swatchen op mijn hand. Dit is dus de eerste kleur van de bovenste rij. En dit is een vrij warme bruin. Hij is niet echt oranje of zo, maar hij heeft wel echt een warme ondertoon. De volgende kleur is iets donkerder. Oh, dat valt best wel mee. Hij is volgens mij zelfs wat lichter. Nee, hij is nog net iets warmer. Oh, ze zijn nog best wel warm eigenlijk. Dan heb ik hier, naar mijn mening, een beetje een ginger kleur. Ik ben benieuwd. Ja, dit is echt een beetje een roodachtige kleur. Wel belangrijk, want heel veel wenkbrauwkleuren zijn niet echt roodachtig. Dus het is best lastig. Dit is echt een kleur die ik zou gebruiken voor iemand met rood haar. Ja. Dan doe ik de wax even met mijn vinger. Ik denk dat je er echt wat van gaat zien. Nee, het is vooral heel plakkerig. Dus dit is de eerste rij kleuren. En wat me opvalt is dat er duidelijk een rood tint in zit, maar dat ik deze twee kleuren vrij warm vind. Het zou kunnen dat de bovenste rij gewoon wat warmer is en de onderste rij wat koeler. Dus ik ga, voordat ik hier mijn oordeel over vestig, eerst de onderste rij nog even swatchen. Ik heb net dus deze bovenste rij geswatcht. Je ziet al gelijk dat er deukjes in gaan zitten. De wax vind ik nou niet heel erg bijzonder zelf. Dus ik ga nu verder met deze rij. En ik denk dat dit een wat koelere kleuren gaan zijn. En ja, ik ben benieuwd. Dan gaan we verder met de onderste rij. En ik begin dus gewoon weer bij de meest linker kleur. Een beetje bruinig, middenbruine kleur.
En ik heb inderdaad het idee dat deze iets koeler is. Hij is op camera iets warmer dan in het echt is, zie ik. Dan gaan we naar iets donkerder. Deze is nog koeler en deze heeft best wel behoorlijk wat pigment. En dan gaan we over naar de meest donkere kleur. En die is echt in mijn ogen gewoon bijna zwart. Ja, die is echt heel donkerbruin. Ja, deze kleuren zijn wel iets koeler, valt me op. De eerste kleur is nog redelijk warm, maar die andere twee zijn echt wel wat koeler. Als laatste de concealer. En dat doe ik gewoon met mijn eigen angled brush van Illamasqua aan. Dan kan ik het beste de swatch zien. De kleur van de concealer valt best mee. In het pen lijkt hij een stuk donkerder dan in het echt. Dus dat is heel erg fijn. Dat deze kleuren dus wel wat koeler zijn. Maar dat de eerste kleur nog steeds best wel warm is. Ik heb nu dus het hele palet geswatcht. Wat me opvalt is dat er niet heel veel koele kleuren in zitten. Het is echt wel zo dat deze twee kleuren echt wel wat koeler zijn. Deze is relatief een beetje midden. Dus niet te koel, niet te warm. Maar deze rij kleuren is echt wel wat warmer. En wat me altijd opvalt is dat mensen die blond zijn eigenlijk het liefst een beetje assige wenkbrauw willen hebben. Ik heb hele assige wenkbrauw, ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar die van mij zijn dus zeker niet warm. En de wax vind ik... Ja, ik weet niet zo goed hoe ze dat hebben bedacht. Ik neem aan dat je gewoon met je vinger eroverheen moet, maar dat vind ik helemaal niet handig. Dus de wax is wat mij betreft eigenlijk, had ik dat liever vervangen gezien voor een... goede, assige, donkerblonde wenkbrauwpoeder. Van mij had het niet per se gehoeven. De concealer ben ik verbaasd over. Hij is een stuk lichter dan in de pen, dus dat is al fijn. En dan moet ik even kijken welke kleur ik zelf ga gebruiken. Ik denk dat ik zelf ga voor deze, omdat hij niet heel warm is, niet heel koel, niet heel donker, niet heel licht. Dus ik denk dat het eigenlijk mijn wenkbrauwkleur is. Ik denk dat deze te licht zijn. En dat die rode te rood is, want ik heb natuurlijk nu blond haar, geen rood. En deze twee zijn te donker. Dus ik ga voor deze. Ik dip mijn kwast in deze kleur. Nou, ik zal ook gelijk even laten zien hoe ik dus mijn wenkbrauwen kleur. Ik begin eigenlijk altijd in het midden. Om die hoek dus wat netter te maken. Oké, de kleur is best wel donker. Oeps. Ik ga even kijken of die echt heel donker is, anders kan ik het altijd nog weghalen. Het is wel iets donkerder, maar het valt mee. Ze zijn wel goed dekkend, dat is wel fijn. En dan doe ik dus zeg maar gewoon het puntje. Zo. En dan ga ik door naar de binnenkant. Want aan de binnenkant wil je dus niet zo'n harde lijn. Tenminste, ik vind het niet mooi. Dus ik doe de binnenkant met het laatste stuk. Omdat ik dan nog het laatste beetje restjes poeder op mijn kwastje heb zitten. Oké, wat me opvalt is dat het echt een hele goede dekkende poeder is. Je ziet echt wel verschil tussen wenkbrauw 1 en wenkbrauw 2. Ik heb voornamelijk hier in mijn hoek wat meer gaatjes. En die zie je echt gewoon niet meer. Ik heb alleen maar poeder gebruikt, hè. Ik heb geen potlood of iets. Dit is gewoon alleen de poeder. Nou, dat vind ik wel echt een pluspunt. Ik ga ook mijn andere wenkbrauw even doen. Ik pak mijn spoel en ik ga het gewoon even doorborstelen. Ze blenden goed, absoluut. Ik heb wel het idee dat die iets strakker is dan die. Ik breng nog een heel klein beetje aan hier in het puntje. Maar de kleur is op zich wel mooi. Hij is absoluut niet... In je wenkbrauw is de kleur helemaal niet zo heel erg warm. Hij is op zich nog best wel assig. En daar ben ik alleen maar blij mee. Even nogmaals, het is dus deze kleur. Ik vind hem niet heel donker. Het valt me wel mee. Voor mijn wenkbrauw is het echt op het randje, denk ik. Ik denk als ik hem nog donkerder had gedaan, dat hij echt too much was geweest. Maar ik vind ze nu wel echt mooi strak, absoluut. Voor poeder vind ik dat echt wel knap. En het valt me op dat de poeder heel erg dekkend is. Het is echt wel een hele goede dekkende poeder. En meestal zijn die poeders altijd heel luchtig, zodat je hele dunne lijntjes kan zetten. Maar ik vind het eigenlijk veel mooier, want je hebt nu echt wel wenkbrauwen. En als iemand bijvoorbeeld echt wat meer gaatjes in zijn wenkbrauw heeft, dan is de helft nog niet opgevuld. De concealer uit het palet gebruiken om het te omlijnen, om te kijken of dat deze concealer daar... en geschikt voor is en dat de kleur goed is.
Dus ik gebruik daarvoor mijn angled brush van Illamasqua. Dit is een hele strak kwast en daar kan je echt super fijne lijntjes mee trekken. Ik ben benieuwd. Ik trek namelijk gewoon lijntjes naar beneden. Oh, hij is wel iets donkerder dan mijn eigen concealer. Dat zie ik wel, maar het valt mij. Wat ik namelijk echt lelijk vind, als je een te donkere concealer onder je wenkbrauw aanbrengt, dan krijg je echt een soort vlek. En dat is echt niet mooi. En waarom ik dit doe, is om het een beetje te highlighten. Want hoe lichter je kleuren aanbrengt op dit soort vlakken, hoe meer je het eigenlijk lift. En het is wat strakker. Je kan ze echt een beetje vormgeven op deze manier. De kleur valt me best wel mee. Het is niet heel gelig of zo. Dat is wel fijn. En nu zou ik er dan zeg maar een highlighter over aanbrengen. Maar ik hou het even zo, zodat ik even zo meteen jullie kan laten zien hoe het nou uiteindelijk eruit ziet. Oké, mijn wenkbrauwen die zijn nu dus gewoon klaar. Ik vind het echt best wel mooi geworden. Absoluut. Ze zijn wel een beetje donker. Maar ik heb zelf ook niet hele lichte wenkbrauwen zoals gezien. Dus eigenlijk is dit de perfecte kleur voor mijn wenkbrauwen. Hoe mijn wenkbrauwen zijn. Dat ik nou toevallig dan blond ben, dat is dan een beetje contrast. Maar ik heb op zich ook een wat donkerder uitgroei. Dus ik kan het op zich wel hebben. Ik vind het dus wel een relatief mooie kleur. Hij is zeker niet te warm. Ik vind de andere kleuren ook wel erg mooi. Ik ben heel erg blij dat er een beetje een... dat er echt een beetje een ginger kleur in zit. Want een goede roodachtige wenkbrauwpoeder vinden, dat is zo makkelijk nog niet. Ik weet dat Anastasia er eentje heeft. Maar ja, die is wel duurder. Want bijvoorbeeld het merk Catrice heeft maar twee kleuren in een kitje zitten. En die zijn allebei niet rood. Dus als jij visagiste bent en jij maakt vaak vriendinnen op. Of je bent echt professioneel visagiste. En je zoekt nog een palet met wenkbrauwpoeders voor een redelijk betaalbare prijs. Dan kan ik je deze echt aanraden. Deze gaat sowieso mijn kit in. Ik denk dat ik hem ook wel af en toe zelf zal gebruiken. Want ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ja, ik vind dit echt wel een goed palet. Ja, ik ga er wel nadeel aan geven, die wax. Sorry, maar die had ze maar echt niet ingehoeven. Ik vind het niet echt een toevoeging hebben. De concealer daarentegen, die vind ik wel mooi. Hij is niet te donker, daar ben ik blij mee. En dat gelige zorgt er ook wel voor dat je die adertjes, sommige mensen hebben echt adertjes op hun ogen, dat je dat natuurlijk wat minder ziet. En dat is ook wel een pluspunt. Er zit een hele donkere kleur in, maar ook een wat lichtere kleur. Dus ze hebben echt wel rekening gehad met dat voor tinten. Ze zijn niet te poederig en ze dekken super. En op het moment dat je ze gaat uitblenden met een spoolie, blenden ze ook mooi. Dus ik heb hier eigenlijk op de wax na niks negatiefs over te zeggen. Het is echt een aanrader. En dat voor rond de 20 euro vind ik echt niet duur. Het is een lekker compact palet. Het is een mooie verpakking, absoluut. Op de achterkant staat brow. Dus het is ook wel handig als je meer van deze paletjes hebt om te weten welk palet het is. Ja, ik ben hier enthousiast over, serieus. Als jij visagiste bent en je zoekt nog een palet, of je gaat beginnen met een visagieopleiding en je moet nog zoiets hebben en je vindt Anastasia poeders veel te duur, probeer dit gewoon een keertje. Je kan hem heel makkelijk bestellen bij de Make-up Spot en ook onder andere bij Boozy Shop. Je kan er ook even naar googlen. Toen ik dit palet namelijk tegenkwam, heb ik gezocht naar reviews, maar kon er eigenlijk geen vinden. Omdat het palet nog maar net uitkwam. Dus ik dacht, mooi, dan ga ik de eerste zijn. Dus ja, dit palet krijgt van mij echt een hele dikke voldoende. Ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Want het is echt wel heel cheap voor zo'n groot palet. Want het palet met alle poeders van Anastasia erin, dat kost over de 100 euro. En hier zitten natuurlijk wel wat minder poeders in. Maar ik moet echt zeggen dat ik ze serieus heel fijn vind. Ja, echt een dikke aanrader. Dus laat me vooral weten wat jij een heel erg fijn wenkbrauwproduct vindt. En ja, of je dit palet ook een keertje zou willen proberen. Wat je vindt van mijn wenkbrauwen. Ik vind ze wel echt heel erg strak en daar ben ik blij mee. Dus ja, dit was de review. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ben jij ook zo benieuwd naar de producten van Morphe? Doe dan allemaal even je duimpje omhoog. En als je dit een nuttige review vond, abonneer natuurlijk op Shark Academy om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. Want ik upload iedere dinsdag, iedere donderdag, iedere zondag een video. En ja, dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!